dit smalle weggetje leidt naar een verlaten pier aan het oude IJsselmondse hoofd. Het is een heilige plek voor hindoes. De afgelopen 5 jaar ongeveer wordt hier op deze ponton aan de Maas strooien hindoes as uit. Van hun dierbare overledenen eigenlijk. We hebben in India natuurlijk de heilige rivier de Ganges. Dus voor de hindoes in Rotterdam is de Maas een heilige rivier, een heilige plek. De Rotterdamse Ganges. De Rotterdamse Ganges, wat mij betreft, ja. Als je als hindoe overlijdt, dan word je gecremeerd. En dan is een essentieel onderdeel van het ritueel dat je ook de as uiteindelijk uitstrooit in stromend water wat uitkomt in de zee. Eigenlijk geef je het lichaam terug aan de natuur. De elementen gaan terug naar de natuur. De ziel heeft zich al gevoegd bij het oneindige. En nu het lichaam nog. Bij hoge uitzondering heeft Narsin bij nabestaanden geregeld dat we mogen filmen bij een uitstrooiceremonie. Nou, ze lopen nu naar het water toe. Daar staat dan de zoon met de urn in de handen en hij gaat uiteindelijk het as verstrooien straks. Er gaat nu melk bij om het as stromend te krijgen. Ja, nu is de zoon van de overledene is de as met melk en water aan het mengen, zodat het straks makkelijker de rivier in kan gaan. En er komen ook bloemen bij, biologische afbreekbare bestanddelen in elk geval. En hoe is eigenlijk deze plek zo ontstaan? Ja, deze plek is ontstaan op een heel organische manier. Uitvaartverzorgers hebben de mensen eigenlijk altijd bijgestaan met het zoeken naar een goede plek. En dit is een steiger die in Rotterdam enorm vaak gebruikt wordt. Nou, het is ook een mooie plek, moet ik zeggen. Je ziet de Brienoordbrug daar natuurlijk. Een mooi uitkijk over de stad. Het gaat veelal ook over mensen die in de stad gewoond hebben, geleefd hebben, hier ook gewerkt hebben. En dan hier ook overleden zijn. En die mensen die willen dan ook natuurlijk dicht bij huis uitgestrooid worden. In Rotterdam. Een bijzondere plek om je laatste reis te maken. Maar volgens de algemene plaatselijke verordening van de gemeente Rotterdam is het verboden om as te verstrooien vanaf een steiger. Ja, veel hindoes voelen zich als een dief in de nacht als ze as gaan uitstrooien. Waarom? Omdat er eigenlijk nergens in Rotterdam een plek is waar het legaal kan. Dit hier is een plek waar ze dat doen, as uitstrooien, maar het is ook een plek waar het gedoogd wordt. En niet zozeer dat het mag. En dat is ook de reden waarom ik als raadslid heb gepleit voor een aangewezen plek voor hindoes in Rotterdam, waar ze op ongestoorde en waardige manieren hun laatste ritueel kunnen uitvoeren. Maar de wens is natuurlijk wel voor een plek waar de partijen gewoon op een waardige manier hun laatste ritueel kunnen uitvoeren. Narsing heeft het over een waardige plek. De onverzorgde kade aan de steiger met overal rommel is verre van dat. Kijk, dit is eigenlijk in een vuilniszak een emmer waarin de mensen dus hun as hebben meegenomen. Voor het uitvaartritueel, ja. Ze hebben dus daar het as in meegenomen en uiteindelijk verstrooid. Als we een eigen plek zouden hebben, dan kunnen we daar ook aandacht aan besteden. Kunnen we ook ervoor zorgen dat het er netjes blijft uitzien. Kunnen we er ook voor zorgen dat er niet zomaar iets blijft liggen. Dus ja, allemaal redenen om gewoon een plek te krijgen waar we zelf over kunnen beschikken. Narsing, jij bijzonder om dit meegemaakt te hebben? Ja, nee, dat kan ik me voorstellen. Je was zelf ook niet echt op de hoogte dat dit hier allemaal gebeurde.
Maar ja, zo is het. Hè. Rotterdam is een stad met mensen met een heleboel culturele achtergronden, waaronder dus ook Hindoes. En ja, dit is een, echt een essentieel ritueel voor Hindoes als het gaat om, om uitvaart. En ja, dat maakt deze plek in elk geval bijzonder. En ook wel noodzakelijk dat er zo'n plek is.